Wat doe je meer eigenlijk? Je bent een jaar te laten. Het je leest de pamfletten volgens mij helemaal niet. Je leest de pamfletten niet, maar er stond duidelijk op 31-1-0-8. Wat een misser of niet dan? Wat een hardy dan? Hello people! Here I am. The president of the United States from the Buttenbienes Oud Steggerda. I am Stikkeman bij zelf. Ja, mezen, alles kan tegenwoordig. Hij is de 44ste president. Obama. Heel apart. Hij is zwart. Niet dat ik erop tegen ben, hoor. Nee, laten we dat voorop stellen. Maar die man krijgt het niet gemakkelijk. Wie die word ik nou bang voor ben? Als straks die anderen zich de komende 4 jaar goed gedreigd, hebben we misschien straks Osama Bin Laden wel zitten. Allah! Dankjewel. Ja, door die toestanden in Amerika zitten we hier in de financiële crisis. Oftewel, de recessie. De bouw krijgt de hardste klappen. Het is nou eigenlijk al te merken. De huizen staan maar te koop en er komt geen meezomer. Nou, Rona Kraan, hoe kan er van met praten? De krimpen 14 reikt hij aan de straat 10 niet kwijt. En het andere huis heeft hij noodgedwongen aan een bouwstop. Hij lest ook een motorrace naar China. Dit werd grotendeels gesponsord. Maar Ronald, jongen, als je dat geld nou een video spijt dan, dat hij misschien toch een kuiken en een badkamer kunnen merken. Alaaf! Nou, we toch overbouwen hem. Bouwbedrijf De Blessen. Je kent hem vast wel, Peter Maas. Die man is zo gek op een klusje, hè? Heel apart. Ik heb gehoord van Goeiens dat hij de bouwhekken al op elkaar had liggen voordat de brand was geëleerd bij het huis op het stevige weg. Wie niet dat ding over gunstige geest? Ook papier verzamelen voor de kinderen doet hij ook. Zo ook bij Jan Pap, de melkboer. Ach, zei Jan, het merkt mij niet uit wie als het opkomt herden. Dus dag Peter, de karren mag gauw vol en dan kwam Mattia, ook met een karren. Wat een vist! En die zei, nou ik hel hier normaal het old papier op. Dus moest Peter de karren weer overleggen op de karren van Mattia. Mattia was wel een beetje kwaad, maar ging gelukkig niet op de vuist. Alaaf! Ja, dat verhaal ik in. Wat een poppen! Je kent hem wel. Een vrijgezelle boer is echt daar. Nou ja, die jongen heeft af en toe ook zijn gevoelens natuurlijk. He? Ja, wees eerlijk, dat heeft iedereen wel. Dus besluit hij op een stoute zodere hand naar de Walligis te gaan. Komt door een hoer naar buiten stappen. Die zegt zo van, weet niet een keer. Nou, zeg maar, in dat lichaam hoeveel het kost. Nou, zegt het hoor die, voor 150 euro, maar zo lang als hij wil. Nou, dat ligt maar in wat en die gaat met naar binnen. Maar ja, nou dat Martin is al een uur bezig, vraagt die hoeren, kom je nog eens een keer die klaar of niet? Nou, zei Martin, nee, ik ben namelijk egelboer. Ik schoffel alleen nog maar ik spuit er niet. Van sommige mensen denk je, nou dat is een echte blessenis. Nou vergeet het maar mooi. Neem nou Massa Verbeek. In zijn doen en laten is hij een echte olde marker. Hij skeet namelijk bij hemzelf op de stoppen. Gelukkig voor hem, vreur op die nacht oorlog en kon hij de andere man de keuren zo erop schetten. Ah! Wat een stroompaard nou.
Wisten jullie wel dat poepen heel rustgevend was? Het was op Sinterklaasavond in Steggie. Had meteen Roles hoge nood. En na een half uur dacht je aan, ik mag wel eens gaan kijken. Dus de schroeven draaien pakt en de deuren losmaakt. Nou, dan lag je voor de wc te slapen. De hele wc was bruin, waar je normaal nooit bruin is. Het mooiste was, hij had de broek nog op de enkels. Slaperige brood, hè. Ja, het wordt wat slaperig allemaal. Wisten jullie wel dat bedbos tegenwoordiger lekker de slaap aan de bar, dan is hij in eng bedden. Natuurlijk op zijn favoriete plek, hè. Bij de bar, bij Appie en Wiepie in de schouw. Het liefst zonder een krukken hebben met een zachte zitting, maar op een holpen wil het toch wel. Dat is niet verwacht. Oh godverdomme, dat mag ik maar niet, jongen. Sorry hoor, jongen, sorry hoor. Ja, dat mag je niet. Nee, jongens, we hebben het rookverbod. Nou, wees eerlijk, wat een waardeloze regeling, of niet, hè? Ja. Je hebt de gezelligheid uit de kroeg. Drie kwart van de mezen zitten buiten en de pers zitten binnen. Nou, wat een nodigheid, of niet? De karren hebben wat te fun. Nou, eerst de grote rookhokken te hebben merkt, roken ze nog 6 uur weer in de kroeg. Dat werkt naam te naam toch niet meer, zegt Henkie. Nou, mooi mis, wel een boete. De Stekkie had er een mooie tent te staan. Of zal dat ook voor de show wezen? Ja. Appie geeft de smerige aasbakken die onder de bal liggen met aan de klapen naar buiten, maar dan gooien ze de peuken op de grond. Geloof je het? Ja. De landerijen was ook de lul. Ja. Ze ben ook pakt. Een paar weken later kreeg er Lida bericht. Ze kon kiezen tussen een boete of zitten. Nou, ze ben met de kerst naar Zweden west op wintersport. Ik heb nooit weten dat Zweden zo kort bij Venusen lag. Alles! André Jotten is stop met de buitenbienes. Jammer, hè? Het was zo'n best jochie. Hij viel qua grootte niet zoveel op, maar toch, hij kon het wel aardig doen. Hij heeft nou een nieuwe hobby vinden. Foto's maken. Ach jongen, het is net echt een paparazzi, eerlijk waar. Wat, het is nog erger dan Siep van der Laan. Het is zo'n mooie digitale, weet je niet? Een week later ging je foto's laten afdrukken. Dus nam je het kaartje met naar de HEMA. Maar wat hij ook probeerde, hij kreeg het kaartje niet in het goede gat in. Nou, de klantenservice vraagt. Nou, die had daar gewoon in de gaten. André had de batterijen nu in plaats van het kaartje. Keurig, Sip, jongen. Hallo! Nou, dat ging dus. Ik kan wel erg gevolgen hebben, dit. Maar ja, doe maar. Wilco Oosterhof. Een echte wijvenkiller. Hij had er ook al menig in gehad, hoor. Maar waarom houdt hij die meisjes zo ver voortzuiken? Als je dichtbij ook kunt vinden. Toen op maand vond hij er een. En namelijk Rianne Sloort. Ja, van die ene komt de andere met naar huis. Ze kwamen op de banken terecht, hè. En wilde vrouw, wat ben je vader en moeder? Ach, die slaapt maar langer, zegt Rianne. Dus ze gaan verder en al gauw had ze niet zo vuile kleren meer aan. Toen zien ze de achterdeur. De achterdeur. Vlug de keren, de kleren nam en daar komt Kobi en Benny binnen. Het stellige doet of er niks gebeurd is. Nou, dat is hem misschien ook wel niet. Maar Wilco, als je de kleren aantrekken, moet je wel alles aantrekken. En niet je Bertus Borg onderbroek naast je op de bank laten liggen. Alles!